Dan de Zadelheren. Ja, wat een wedstrijd. Hè. 3-0 winst. Wie had dat durven dromen? Ja, dat hadden we ook niet echt zien aankomen. We hadden een zeer sterke tegenstand verwacht. En die mannen hebben het ook wel geboden, maar wij zijn constant aan een goed niveau blijven knokken en altijd ons puntenvoorsprong blijven behouden. Dus ja, we hebben een zeer goede match gespeeld. Jullie trekken de lijn wel door, hè? Want ik heb van dit Leuven nog geen mindere wedstrijd gezien. Nee, dus we zijn de lijn aan het doortrekken. Juist tegen Menen in de competitie was er een mindere wedstrijd. Maar sinds na Menen zijn we terug op niveau aan het gaan en zijn we de lijn goed aan het doortrekken, ja. Hoe zie je de kansen nu in? Zware trip weliswaar naar Syros, maar toch 3-0 winst. Ja, dat geeft mogelijkheden, denk ik dan. Ja, dat geeft zeker mogelijkheden. Geeft ons ook een beetje comfort. Syros gaat wel een zware verplaatsing zijn, inderdaad. De kans zit erin dat we een ferry van 4 uur moeten nemen. Maar we gaan daar goed op voorhand zijn, dus een dag gerust misschien ervoor. En ik denk dat dat wel in orde gaat komen. Het gaat een moeilijkere match zijn, omdat het thuis bij hun is. Ze gaan het publiek mee hebben. Dus ze gaan ook meer drive hebben, wat ze nu al misten en wat dat bij ons wel goed zat. Dus het gaat wel nog een opdracht worden, maar door het comfort dat we nu gecreëerd hebben, is dat wel goed. Je had het net aan, zij gaan de steun hebben van het publiek. Hoe hard heb je dat vandaag gemist hier? Want normaal is het hier een heksenketel. Hè? Ja, wel hard gemist inderdaad. Normaal gezien is het hier bomvol altijd. En dat geeft wel echt veel energie aan uw ploeg. Ik heb hier vorig jaar ook met een volle zaal gespeeld en dat doet wel echt veel. Dus ja, liever terug met een volle zaal. Maar ja, we zullen zien hoe dat de maatregelen verder.